Een beek die Maastricht onstuimig bruisend kronkelend doorsnijdt. Dit complex bestaat uit de bisschopsmolen en het paleisachtige huis De Ridder, waarvan u hier de achtergevel ziet. Een moeilijk plekje om te vinden, maar zeer de moeite van het zoeken waard. Dit is de Jeker. Er is een brug over en er lopen altijd mensen die afkomen op dat eeuwige bruisen van het water. Op de achtergrond de molen van Clemens, genoemd naar de laatste familie die daar gemalen heeft. In diezelfde buurt is het waar de oude verdedigingsmuren nog stram overeind staan. Het heeft er de romantische sfeer van oude ruïnes, vindt u niet? De Ons Lieve Vrouwenkerk is een vroeg middeleeuwse kruisbasiliek waarvan de oudste delen van omtrent het jaar 1000 kunnen dagtekenen, maar daarna in verschillende bouwperioden is vergroot en verbouwd. Sober, streng, beetje grimmig, toch wordt de kerk liefkozend Slevrouwe genoemd. En je kunt de ontzagwekkende ruimte betreden door de gotische merode kapel waar altijd kaarsen branden voor de Onze Lieve Vrouwe de Sterren der Zee. De Onze Lieve Vrouwe kreeg haar huidige vorm in de Romaanse bloeiperiode. Het hoogtepunt van de kerk is het rijk ontwikkelde koor aan de Stokstraat. Het mooiste straatje van Maastricht. Dit laatgotische bouwwerk kunt u niet missen, want de VVV zit erin. Het is een 15e eeuws dinghuis en sluit prachtig de straat af die Grote Staat heet. Een dinghuis is een middeleeuws rechthuis of raadhuis. Naar het stadhuis op de markt. Magnifiek gesitueerd staat daar de schepping van Pieter Post, gebouwd tussen 1659 en 64. Het heeft een werkelijk grandioze allure en stijl. Het is ook overmoedig en pompeus, maar Maastricht wou stralen naar alle kanten en geeft dus ongelijk, die Maastrichtenaren. Dit winkeltje in de Muntstraat heet In de Rode Bol. En kijk daar nou eens, al die guirlandes. Maastricht staat vol met zulke spullen. Dit is het Spaanse gouvernement en het Vrijthof, met boven de ramen de wapens van Karel V en Philips II, omdat ze er allebei gelogeerd hebben. Nou, de voormalige hoofdwachter schuint tegenover. Kijk maar, de koningin heeft... Naast de hoofd geroep en getik met werk. Oortorens van de zin zaten tot aan leggers. Opnamen uit 1906. Opnamen van oor en toor gerepareerd. Wel de oostelijke en westelijke gevels. Het zal u wel opvallen dat de restaurateurs duidelijk laten zien wat er gebeurd is. De reparaties zijn niet weggemoffeld. Dit is het stuk dat stijgernetwerk verborgen. De 1000 vlak naast de gotische voormalige parochie, die basie de originele rode kleur terugkreeg. U ziet nu Jan parochiekerk en de Sint-Servaas. De Sint-Jan is ons sinds 1632. De kapittelheren of kraas woonden op stand vlak bij de kerk. In de Bonnefantenstraat gebouwd en heet dan ook het...